We hebben pas Pasen gevierd. En ik heb ook een stukje beluisterd van de dienst van vorige keer, van Pasen. En prachtige getuigenissen heb ik gehoord. En vanmorgen wil ik toch nog even terugkomen op Pasen. En dat wil ik doen in de vorm van een quiz. En die quiz, dat is een quiz met een heel makkelijke vraag. En ook met heel veel antwoorden. Alleen, er zijn er een paar die hebben die quiz al een keer meegemaakt in een dienst. En die mogen even niet meedoen. En achteraf zal wel blijken waarom dat ze niet mee mogen doen. Ik denk dat Tony is jarig vandaag, weten jullie dat? Tony Werner. Maar die heeft het al een keer gehoord, maar misschien is hij het vergeten hoor. Als hij het vergeten is, mag hij wel meedoen. Maar degene die dus de quiz kennen en de uitslag ook van die quiz, die mogen niet meedoen, anders dan mislukt het experiment. De vraag, het is een hele makkelijke vraag dus. En het is, vraag van Pasen, hè? Waarom is de Jezus nou gestorven en opgestaan? Wat wilde hij daarmee bereiken? Of wat heeft hij daarmee bereikt? En dan mogen jullie antwoorden geven. Het is een interactief begin van de dienst. En we wel heel luid spreken, want ik ben een beetje slecht van gehoor. En anders moet iemand dat maar even de antwoorden herhalen, heel duidelijk. Zodat ik het op. Oh ja, en dan zet ik voor elk goed antwoord zet ik een sterretje op het bord. En als het een goede gemeente is, en dat is het hier natuurlijk, dan staat het bord vol met sterretjes in hele korte tijd. Nou, waarom is die Jezus gestorven en opgestaan? Wat heeft hij daarmee willen bereiken? Of wat heeft hij ermee bereikt? Ja. Ons leven. Hè? Ons leven. Ons leven? Ons leven. Ons leven te geven, dat we mogen leven. Wil je dat? Ja. Ja, dat is een goed antwoord natuurlijk. Hè? Kunnen jullie allemaal het bord zien? Ja? Oké. Okay. Nou, eerst een goede antwoord is gegeven. Ja? Dat hij voor ons gestorven is aan het kruis betekent dat hij voor ons plaats bereikt in de hemel. Ja, er zijn twee antwoorden. Dus hij heeft zijn schuld betaald, ja. Hè, en hij heeft ons plaats bereid. Ja. Ja. Dus twee goede antwoorden. Ja. Nou. Weet je... Ja, ik kan een souffleur hier ook wel gebruiken hoor, een souffleur. De wie? Ja, een souffleur. Kom je als souffleur? Ja. Ja. Hij wil. Ja, dat is wel lastig, hè, zo'n dingetje aan mijn oor. Ik was er een beetje bang voor hoor. Ik nou, oké. Okay. Verzoening tussen mens en God. Verzoening. Verzoening tussen mens en God, hè? Ja, een heel belangrijk antwoord, hè? Ja? Kom jongens, wat duurt het te lang? Kom. Overwinning over duivel. Overwinning over de duivel. Doodverslagen. Wat? De dood verslagen. De dood is overwonnen. Eeuwig leven aan het licht gebracht. Om goed te maken wat er in het paradijs is fout gegaan. Wat? Om goed te maken wat er in het paradijs is fout gegaan. Wat er in het paradijs is fout gegaan is weer helemaal hersteld. Hè? Helemaal goed gekomen. Goed antwoord. Ik doe het bord anders een beetje naar voren. Het bord een beetje naar voren. Het staat veel voor het bord. Ja, het bord heb ik zelf gemaakt hoor, dus een beetje kikkermiddag. De eerste keer dat ik het gebruikte, stortte die in elkaar. Het was de eerste keer dat ik ergens sprak, maar dat werkte mee ten goede, want de gespannen sfeer was gelijk gebroken natuurlijk. Iedereen schoot in de lach. Nou, volgende antwoord. Genezing. Hè, leven? Genezing. Genezing, ja, genezing. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Hè? Ja. Nog meer? Zijn jullie zo bescheiden of weten jullie het niet? De muur tussen Jood en Heiden is weggebroken ook. Hè? We mogen deel hebben aan het eeuwige leven. Weinig goede antwoorden nog, hè? Bevrijding. Bevrijding. Ja.
openbaring van Gods liefde, zou ik ook maar eentje zeggen. Nog meer? Een voorbeeld? Een voorbeeld, ja. He, dat als we hem volgen willen, dan heeft hij ons een goed voorbeeld gegeven. He. Een leven afgelegd? Hij heeft zijn leven afgelegd, ja. En het weer genomen ook. Dat is ook een garantie natuurlijk, he, dat we ook met hem zullen opstaan. Nou, valt me niet tegen eigenlijk. Of valt me niet tegen, valt me een beetje tegen eigenlijk hoor. De Heilige Geest is daardoor uitgesproken. Wat? Doordat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, is de Heilige Geest... De Heilige Geest, ja. Ja, de Heilige Geest is uitgestort, he, daardoor ook. Nou, er zijn nog veel meer goede antwoorden hoor, maar ter wille van de tijd zullen we het hierop houden. Maar waarom doe ik nou die quiz? Dat is omdat het allerbelangrijkste antwoord, het meest ingrijpende antwoord van waarom Jezus gestorven is en opgewekt, dat ontbreekt altijd. Ik heb deze quiz al zo vaak gehouden in allerlei gemeenten. In reformatorische gemeenten, in vergadering van gelovige pinkstergemeenten, nou, noem maar op. En overal, praktisch overal, zie je hetzelfde patroon, dat alle goede antwoorden worden gegeven, behalve het allerbelangrijkste en het meest ingrijpende antwoord. Met alle gevolgen van dien ook. Het is een blinde vlek namelijk. Ik zal nog even een hint geven. Neem even een slokje voor mijn droge mond. Er is een tekst en degene die de NBG-vertaling en de oude vertaling gebruiken, of gebruikten, die kennen die tekst wel. Ik zal hem noemen, zo is wie in Christus is. Kijk eens, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Nou, die staat in de Korinthebrief, de tweede Korinthebrief. De tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5. En daar staat die tekst. En die staat net na de tekst die ik, waar eigenlijk het antwoord staat, wat ik graag wil horen. Het staat in 1 Korinthe 5, vers 17. Zo is wie ik dan. 2 Korinthe 5, vers 17. Jammer, die helpt me iedere keer even op het goede pad weer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Nou, als je nou om je heen kijkt, hè, hoeveel nieuwe scheppingen zie je dan? Bij wie echt het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen is. Nou, hier in deze gemeente zijn er natuurlijk heel veel al, wat een goede gemeente is. Maar in het algemeen zie je niet zoveel goede scheppingen, nieuwe scheppingen. Waarbij het oude echt helemaal voorbij is. En het nieuwe echt helemaal is gekomen. En het komt omdat het recept onbekend is, blijkt. Want het recept staat er net boven. Het recept van hoe we nieuwe scheppingen worden en hoe we nieuwe scheppingen blijven. En dat het oude echt helemaal voorbij is en het nieuwe echt komt. Dat recept dat staat er net boven. En dat is het antwoord op die vraag van waarom is de Heer nou gestorven en opgestaan. Het is de allerbelangrijkste reden. En omdat het zo'n blinde vlek is, daarom zie je zo weinig nieuwe scheppingen. Echte nieuwe scheppingen. Hè? We zeggen wel van, God die ziet niet ons, maar die ziet Christus. Hè? En in Christus zijn we volmaakt en in Christus hebben we alles en zo. He, maar de wereld ziet er niks van. He. De mensen om ons heen die zien dat niet. Ziet alleen God maar. He. Dat we volmaakt zijn. He. In Christus ziet God, die ziet ons aan in Christus. Maar het is zo belangrijk dat de mensen om je heen zien dat je een nieuwe schepping bent. He. Dat is zo belangrijk. En omdat dat niet het geval is, daarom maken we zo weinig indruk in de wereld ook. Met alle geweldige geloofsbelijdenissen die we kunnen uitspreken. Ja, we zijn volmaakt in Christus en we zijn behouden en we gaan naar de hemel en zo. Ja, maar ja, datgene wat nou echt daarvoor nodig is, dat is een blinde vlek, mensen. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ik hoop dat het overkomt ook. Ik zeg het ook tegen mezelf weer.
Er staat dat antwoord op die vraag waarom Jezus gestorven is en opgestaan, er staat in vers 14 van hoofdstuk 5 van 2 Korinthe. En er staat, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Nou, dat weten we allemaal, hè? Dat Jezus is voor ons allemaal gestorven. En dan staat er, dan zijn we alle gestorven. Nou, dat is wat wonderlijk, hè? Dat Jezus is voor ons allemaal gestorven, dus zijn we allemaal gestorven. Terwijl we allemaal springlevend hier voor ons zitten, hè? Maar wat bedoelt dat nou? Wat betekent dat nou? Wanneer Bas voor ons allemaal betaald heeft om naar de Efteling te gaan, hè, Bas die heeft veel geld, hè, dus die zou best de hele gemeente kunnen trakteren op een dagje naar de Efteling. Hè, stel je voor dat Bas die betaalt voor ons allemaal. Hè, nou, dan hebben we in principe allemaal betaald, toch? Dan kun je allemaal de Efteling in, dan heb je allemaal betaald. Je hebt allemaal een toegangskaart. Omdat er één voor alle betaald heeft. Nou, zo is het ook met de Heer Jezus. Hè. Als hij voor ons allemaal gestorven is, staat hier, dan zijn we allemaal gestorven. En toch leven we. Maar wat is er nou precies gestorven? Wat heeft Jezus nou laten sterven van ons? Ja, hij heeft iets van ons laten sterven, waardoor we allemaal daaraan gestorven zijn. En dat staat dan in het volgende stukje. Dus zijn we alle gestorven en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dus Jezus die heeft ons allemaal, heeft iets van ons overgenomen, de dood in, zodat we daar volkomen van verlost zouden worden. En waarvan wilde hij ons verlossen dan, staat hier. Wat zou hij van ons hebben overgenomen, staat hier eigenlijk. Wat is er nou van ons allemaal gestorven, in principe? Hè? Al onze zonden. Ja, maar wat is het? Het oude leven. Ja, het oude leven, maar wat houdt het nou precies in? Hè? Er staat hier van, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven. Dus wat heeft hij nou meegenomen, de dood in, en waar heeft hij ons van willen verlossen? Van het leven voor onszelf. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat dat de oorzaak is van alle ellende, mensen. Het leven voor onszelf, dat is het meest afgrijzelijke wat er is. En dat hebben we niet door. Dat hebben we niet door. En we staan er ook niet bij stil, want anders hadden we het al genoemd natuurlijk. Hè? Dus het leven voor onszelf, wie is ermee begonnen met het leven voor zichzelf? Adam, nee, Eva ook niet. De duivel zelf. Hè? De duivel die was ervoor om voor God te leven. En hij heeft toen de beslissing genomen om voor zichzelf te gaan leven. En dat is de oorzaak van alle ellende natuurlijk. En de grootste ellende is dat hij ons er allemaal in meegenomen heeft. Iedereen die geboren wordt, die wordt erin meegenomen dat ja, je gaat voor jezelf leven. Dat is de oerzonde. En dat is de oorzaak van alle, maar dan ook alle ellende. In het klein en in het groot, ga maar na. Waardoor zijn er moeilijkheden in huwelijken? Omdat één van beiden of allebei voor zichzelf leven. Waarom zijn er problemen in de gemeente? Omdat één van de oudsten of van de voorganger of weet ik van wie, voor zichzelf ging leven. Met alle mooie praatjes eromheen hoor, met mooie smoesjes. Maar uiteindelijk komt erop neer dat hij voor zichzelf ging leven. En in de politiek ook. Alle ellende in de politiek komt er ook door dat mensen voor zichzelf leven, voor eigen eer. Ik. Of voor iets anders dan voor God in ieder geval. Heer, ook in de hele wereld, hè, alle oorlogen. Nou ja, je moet er zelf maar eens over nadenken wat de oorzaak is van alle ellende. Dat het leven voor onszelf, dat kun je altijd, daar kun je alle zonden op terugbrengen. Dus als je ophoudt met voor jezelf te leven, dan hou je op met zondigen.
En dat heeft zo'n geweldige zegen, brengt dat met zich mee. Jezus heeft het binnen ons bereik gebracht, namelijk door zijn kruis en opstanding. Ik weet niet of de vorige keer, ik heb het niet nagekeken, maar ik weet niet of ik het uitgetekend vorige keer. En anders is in herhaling schuilt het onderwijs. Hè? Kijk, dit zijn wij. Dit zijn wij. En dit is het leven voor onszelf. Dat is onze oerzonde. Leven voor onszelf. En dit is de schuld die dat met zich meebracht. Met zich meebrengt. Heb je die tekening al eerder gezien? Ja? Nee, hè? Zit dit ding weer mis? Oh. Ik was er al bang voor, hoor. Ja, doet hij het nog goed? Ja, hij doet het nog goed. Nou, dit is dus het leven voor onszelf, onze oerzonde. En dit is de schuld die het met zich meebrengt. Ja, dus het leven voor onszelf met alle uitingen daarvan. Hè? En wat heeft Jezus nu gedaan? Die is onschuldig aan het kruis gegaan, zo. En nu denken we dat hij alleen maar onze schuld op zich heeft genomen. Daar gaan alle liedjes ook over. Hè? Hij heeft onze schuld gedragen en hij heeft ons vrijgemaakt. En, nou, noem maar op. Hè? Alle liedjes die gaan erover. Dat Jezus onze schuld heeft gedragen. Dat betekent van, dat zingen we dan. En dan als we zeggen, hij heeft onze zonde gedragen. Dan bedoelen we eigenlijk, hij heeft onze schuld gedragen. Maar dat is niet het geval. Want er staat hier dat Jezus in zijn eigen... Dat staat in de Petrusbrief, ik kan hem opzoeken, in Petrusbrief, 1 Petrus, daar staat precies wat Jezus heeft gedaan. Eén Petrus en dan hoofdstuk 2, 1 Petrus 2, en dan staat... Er staat iets over de voetstappen van Jezus, dat we in zijn voetstappen moeten treden. Vers 22, die geen zonde gedaan heeft, dus heeft nooit voor zichzelf geleefd, altijd voor de ander en voor God. Die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog is gevonden. Dat is gevolg daarvan, dat hij niet voor zichzelf leefde, dus hij hoefde zichzelf niet te verdedigen met leugen en bedrog. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is een aparte preek. Hè? De allereerste keer dat ik hier gesproken heb, hebben we het daarover gehad. Hè, dat Jezus, als je je vergeving niet kwijt kan, dat je het over mag geven aan de rechtvaardige rechter, omdat Jezus het ook deed. Hè, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Maar dan komt het, die zelf onze zonden in zijn lichaam, op het hout gebracht heeft. Die onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Onze zonden, dus dat is het leven voor jezelf en alles wat daar het gevolg van is geweest, dat heeft hij allemaal in zijn eigen lichaam op het hout gebracht. Dus dat is hier gebeurd. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, staat er zelfs. Nou, helemaal zwart, hè? En daarbij heeft hij ook de schuld die dat met zich meebracht, daar neergehangen. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Het betekent dus dat Jezus daar al onze vuile was heeft neergehangen. Ja, eigenlijk een soort van kapstok. Waar alle zonden, alle ellende die het gevolg zijn van het leven van onszelf en het leven van onszelf zelf op zich ook, heeft hij daar neergehangen, opdat wij daar eens en voor altijd van verlost zouden worden. Dus, als je dat bij jezelf ziet, dat je voor jezelf leeft, of dat je ziet dat er dingen zijn die daar het gevolg van zijn, dan zegt Jezus eigenlijk tegen je van, joh, wat doe je er nou mee? Ik heb dat allemaal al weggehangen, laat los. En Jezus heeft er ook een keer bij gezegd van laat los en je zult losgelaten worden. En dat kan, omdat hij heeft die vreselijke
strijd gestreden om dat mogelijk te maken. Dus als we dat zien, als we dat gaan geloven, en je zegt, nou Heer, in principe, ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik wil leven voor u. Dan zul je merken dat je het los kunt laten. Dan kun je het loslaten. En dan is het leuke is van dat Jezus dus daar de straf, de consequentie voor heeft gedragen. Er staat ook in Jesaja 53, hè? We wenden ons een ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Nou, dat is eigenlijk de ellende, of de verlossing die Jezus voor ons heeft bereid. Dat we verlost zouden worden van het leven voor onszelf. Van het leven dat, ja, eigenlijk van het zondige. Niet alleen van de schuld, maar ook van het zondige zelf. Heeft hij daar neergehangen, opdat wij dat los zouden kunnen laten en daarvan verlost zouden kunnen worden. Nou, als je dat dan doet, ja, dan raak je ook praktisch alles kwijt, hè? Want je hebt altijd voor jezelf geleefd. En als je dat dan daarmee ophoudt, dan komt er een vacuüm. Ja, dan denk je, ja, waar leef ik daar nog voor dan? Ja, en dan gaat er een heel nieuw proces beginnen. Want Jezus is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan. En ik zal het zo tekenen, de opstanding van Jezus. Zo. Het andere, hè, dat is dat geweldig van Pasen, hè, dat Jezus is opgestaan. En dat er nu in hem mogen zijn. In Christus mogen zijn. Dat is ook het gevolg van Pinksteren, hè, dat de geest van Jezus is overal uitgestort. En nu is Jezus overal. Eerst was hij alleen maar op één plek op de aarde, maar na zijn dood en opstanding en de Pinksteren is zijn geest, de geest van het zoonschap, is uitgestort. En daardoor is de Heer Jezus overal aanwezig. Ook in een aparte preek, daar zou ik graag ook een keer wat over willen zeggen. Maar snap je, dat weten we allemaal wel, hè? Waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is Hij in ons midden. En dit is zo geweldig dat we in Christus mogen zijn, in Hem. Als je in het Nieuwe Testament leest, dan lees je vaak die uitdrukking in Hem. Dat is de allerbelangrijkste uitdrukking in het Nieuwe Testament, hè? In Hem zijn. Het in hem zijn. En dan kom je dan met een leeg hart. En met een dorstig hart ook. Hè? Want ja, Heer, wat moet ik nou toch doen? En dan zegt de Heer Jezus, als je dorst hebt, kom bij mij en drink. Het levende water. Dan krijg je deel aan het levende water. Dat is zijn geest. Hè? Ken je die tekst? Die staat ook in. Dat heeft Jezus een keer gezegd. Hè? Dat is eigenlijk een Pinksterpreek. Dat is in Johannes 7, en dan vers 37, Johannes 7, 37, daar zegt Jezus, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Als je dorst hebt, als je dus op wil houden met voor jezelf te leven, krijg je vreselijke dorst. Dan weet je niet meer, waar leef ik nu nog verder voor? Hè? Heren, alsjeblieft, ik heb dorst, wilt u het maar laten zien? En als je dorst hebt, dan kun je drinken. Dat is, toen je geboren werd, kon je maar twee dingen. Je kon je luier smerig maken, maar je kon ook drinken. Heeft niemand je hoeven leren. Gewoon omdat je dorst had, kon je drinken. Ja, je hoefde maar te roepen en dan kwam moeder met de borstel, met de fles. En dan kon je drinken. Zo makkelijk heeft Jezus het gemaakt om de Heilige Geest te ontvangen. Ja, want dat staat hier, hè. Wie in mij gelooft, wie het van mij verwacht, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen niet alleen in zijn binnenste vloeien, nee, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden, want de geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar nu wel. Dus hier is de Heer Jezus met zijn geest. En zo gauw als je dus roept. En je zegt, Heer, ik heb zo'n dorst. En ik wil graag voor u gaan leren leven. Wilt u het nog leren? He, dan wordt je hart een bron van levend water. Dan komt de geest van Jezus, die komt je leven binnen.
dan het begint klein. Ja, en dan moet je gaan leren leven met Jezus. En dat, ja, daar heb je ook anderen voor nodig, hè, die al verder op de weg zijn, die je een handje helpen, die je leren bidden, die je leren de Bijbel te gebruiken, die je leren om in situaties hoe je moet reageren op alles. Hè, daar zorgt de Heer ook voor. Ja, maar vanaf het begin zul je merken dat je een bron van zegen gaat worden. Dat zie je vaak, hè, met mensen die pas tot bekering zijn gekomen, die nog weinig weten en die fouten maken met het leven omdat ze nog niet alles kunnen. Hè, maar dat ze tot een grote zegen zijn voor anderen. Gewoon het getuigenis op zich al. Komen mensen tot geloof door. En dan ga je geestelijk groeien. En het groeiproces, en dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen die ik hier ook zeg. Het groeiproces, dat gaat altijd gepaard met vallen en opstaan. Jullie hebben allemaal geleerd om te lopen en te eten en te schrijven en te lezen en zo. Ja, maar als je geen fouten mag maken, dan leer je niks. Hè? Fouten maken, dat hoort bij het leerproces namelijk. Alleen het enige wat nodig is, dat je gezindheid goed is. Dat je honger en dorst hebt. Dat je gezindheid is van, Heer, ik wil maar één ding en dat is, ik wil leren. Ik wil van u leren. En dan kun je fouten maken bij het leerproces waar je geen idee van hebt en waar je van elke keer door ontmoedigd wordt ook zelfs. En nou, ik leer het lijkt wel nooit. En dan zegt de Heer, het is een goede onderwijzer namelijk, hè, Jezus. Hè. Ja, joh, zit er niet over in. Hè, je wil zo graag, ik zal het je leren. En dan zorgt hij voor de juiste mensen, voor de juiste omstandigheden. Allemaal gaat meewerken ten goede om je te leren, om te groeien in hem. Om hem gelijkvormig te worden en tot steeds grotere zegen te zijn voor je omgeving. Zul je dat niet vergeten, dat je dat fouten maken, dat is heel wat anders dan zondigen. En wat is zondigen? Nou, dat is dat je voor jezelf gaat leven. Dat je zegt, nou Heer, daar heb ik even u niet voor nodig. Heb ik u niet bij nodig. Ik ga even mijn eigen weg. Jongens, dat hoeft niet meer, hoeft nooit meer. Hoef je nooit meer, nee, dat hoeft niet meer. Dan zeg je, ja, maar het is zo moeilijk om dat niet te doen. Ja, de enige reden dat het moeilijk is dat je het niet wil opgeven. Dan zeg je er aan vast, de Heer Jezus die heeft die strijd gestreden om je er eens voor altijd van af te helpen. En door het geloof kun je het loslaten. Maar als je het niet kunt loslaten, dan komt het alleen maar omdat je eraan vast wil houden. Omdat je de keus maakt, dat je dan, dit vind ik belangrijker dan het leven met Jezus. Dat is de enige reden dat je van bepaalde dingen niet afkomt. Maar dan kun je ook weer de Heer Jezus vragen, van Heer, wilt u me toch de ogen openen alsjeblieft. Ja, hoe verschrikkelijk dat dit is. Dat ik dat verkies boven u en boven de opleiding die u voor me hebt. Nou, en dan gaat het proces beginnen, dat je gaat leren met vallen en opstaan. Ja, ik weet niet of ik het hier verteld heb, maar we hebben een zoon, die is dyslectisch. Mijn zoon is dyslectisch, hè. En toen hij op school zat, toen maakte hij fouten met leven, hè. En alle woorden schreef hij fonetisch op, hè, zoals je het zegt. En als je het dan las, een opstelletje, dan moest je wel lachen hoor, wel grappig. Maar iedereen lachte. Hij lachte hem uit ook, hij vond het verschrikkelijk. Maar de meester, hij had een hele goede onderwijzer. En iedere keer als hij dan van die vreselijke fouten maakte, dan kwam niet tussen de meester en hem in te staan. Nee, integendeel, die gaven de meester de motivatie om te zeggen, joh, Henk Paul, we leren het wel, joh. Dus laat je niet ontmoedigen. En heeft het ook geleerd, hoor. Maar Jezus is een goede leermeester, mensen. En de grootste klunst die hier zit, die een groot verlangen heeft naar een leven zonder te zondigen, in de zin van een leven zonder fouten te maken, dat bereiken we in deze wereld niet. Hè, maar een leven zonder te zondigen wel, zonder... Dus dat je gemotiveerd bent, Heer, ik wil leren, ik wil van u leren. Je gezindheid kan 100% blijven. En dat, daar kijkt de Heer Jezus. En dat heeft hij met Pasen, met zijn opstanding, met zijn lijden en opstanding willen bereiken. Dat hij jou en mij wil verlossen van het leven voor onszelf. Zodat we van hem zouden leren om voor hem te leven, in alle opzichten. En dan kun je iedere keer vragen van, Heer, doe ik het nou voor mezelf of doe ik het nou voor u? En dan, ja, ik ga een voorbeeld noemen. Ik lust graag pindakaas op mijn brood, hè. Jullie ook, pindakaas. In België lusten ze dat niet, hè, pindakaas. Maar ik wel, hè, een heel dik pindakaas. Met dik boter ook nog, als kan. Nou, doe ik het nou voor mezelf? Doe ik het nou voor mezelf? Doe ik het nou voor Jezus, hè? Kun je dan nou vragen? Ja.
Ja, nou Paulus die wist er ook wel van hoor, Paulus. En die heeft het een keer over geschreven, weten jullie dat? Niet over pindakaas hoor, maar wel over het probleem. In Timotheus, ik zal je even voorlezen, wel grappig eigenlijk hoor. 1 Timotheus 4 staat dat. 1 Timotheus 4, en daar staat dit. Maar de geest in hoofdstuk 4 vers 1, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. En dan komt het, wat zeggen ze dan? Het huwelijk verbieden. Jongens, dat is veel te vleeselijk man, trouwen. Nee, je moet niet trouwen, dat is veel te vleeselijk, dat kan niet. En het genot van spijzen. Ja, jongens, ja, droog brood eten hoor, want al het andere wat je erop doet is allemaal ongeestelijk. Ja, dat is, dan laat je zien dat je heel vleeselijk bent, dat je laat leiden door je verlangens, door je begeerten. Dat is hun redenering dan. Hè? En er staat erbij, van dat Paulus erbij zegt, van het genot van spijzen, en dan zegt hij erbij, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets ervan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Twee dingen. He, dus als pindakaas niet verboden wordt in het woord en ik kan ervoor danken, dan wordt het geheiligd. Dan hoort het bij Christus. Dan hoort het hierbij, dan hoort het niet bij de zonde, maar dan hoort het, is het heilig. Nou, dat, ja, opluchting, hè? Ja. Ja, alleen als ik natuurlijk een centimeter pindakaas op mijn brood doe, dan kan ik er niet meer voor danken. Hè. Dan denk je, dat is een klein beetje overdreven natuurlijk. Hè. Dus, ja, en nou ja, ga maar na. Allerlei dingen die God geschapen heeft, ook mooie vrouwen heeft hij ook geschapen. Maar ja, dan zegt het woord, als je een vrouw op een verkeerde manier bekijkt, hè, om haar te begeren, en je gaat er allerlei dingen in je gedachten mee doen, dan heb je reeds overspel gepleegd, hè? Dus dat moet je ook niet doen. Ja, dus dit is een heel handig recept om te weten van wat kan ik wel en wat kan ik niet doen. Ik zag graag ook een beetje langer onder de douche bijvoorbeeld. Hè? Denk nou, ook milieu onvriendelijk eigenlijk. Maar ja, de Heer heeft ook geschapen. En dan, als ik ervoor danken kan, hè, dan kan God het heiligen. Dat wil hij graag. Hij wil graag gedankt worden voor alles wat hij geeft ook. Een dankbaar hart. Hij heeft geen behoefte aan jankende christenen, maar aan dankende christenen. Hè? Dat zei eens iemand bij ons thuis. Die zag iemand die in ons gezin, die was altijd een beetje klagerig. En dat was een jongen die een beetje minder begaafd was. Maar hij was zo verstandig en die zei dat. Dat vergeet ik nooit meer. God die heeft niet zo graag jankende christenen, maar dankende christenen hoor, zei hij dan. Nou, dat is helemaal dingen die je toch goed moet onthouden. Heb je er nog even? Nou, wil ik nog even op een andere manier duidelijk maken? Kan het nog even? Ja? Nou, dit is duidelijk, hè, tot zover. Is het wel helder? Ben nooit meer vergeten hoor. Nou, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er twee manieren van leven zijn. Hè? Je zou het eigenlijk zo kunnen indelen. Zo, dit is. Er zijn twee manieren van leven. Je kunt voor jezelf leven. Voor jezelf. Of je kan voor Jezus leven, hè? Voor God leven, voor Jezus, hè? Zo en zo. Dat zijn de twee manieren waarop je leven kan. Nou weten we wel dat er zijn massa's mensen die 100% voor zichzelf leven, of niet? Of voor iets anders dan voor God. Er zijn ontzettend veel mensen die helemaal godloos leven. Maar waar zijn er de mensen die 100% voor Jezus leven? Nou, ga eens na in de gemeente. Hè, dat weet je gewoon, dat voel je gewoon aan. Hè, als je om je heen kijkt. Iemand die helemaal voor Jezus leeft. Je kan zeggen, nou, in elke gemeente is er maar een handje vol misschien. Deze gemeente niet natuurlijk, maar andere gemeenten dan. Hè. Maar je voelt het gewoon. Hè, van die leeft voor Jezus helemaal. Geen volmaakte mensen in de zin van dat ze geen fouten maken, maar hun gezindheid is zo dat als ze fouten maken, dan, oh Heer, wilt u me helpen toch om dat te voorkomen de volgende keer. En die groeien ook. Maar die zijn er bijna niet. Maar ja, het is niet zo dat ze allemaal ongelovigen zijn hoor. Het zijn geen boeven, maar ook geen heiligen.
Ja, maar die zitten hier zo'n beetje, kijk zo, hè. Dus laten we zeggen, 25 of 75% voor zichzelf en 25% voor God, hè. Nou, dat is natuurlijk niet zo geweldig, hè. Maar als je nagaat, een kwart van je leven helemaal voor God leven. Hè, je leeft 24 uur, 8 uur slaap je, 8 uur doe je voor je baas en 8 uur ben je thuis, hè. En dan denk je, ja, en daar 25% van, dat is nogal wat. Maar goed, dat is, laten we zeggen dat dat zou kunnen zo, hè. Je zegt, nou, dat kan niet, hè, dat lijkt nergens naar natuurlijk, hè. Nou, 50-50 dan. 50% voor jezelf en 50% voor Jezus, hè. Nou, dat is ook nog niet zoals het wezen moet. Nou, laat het omdraaien van 25% voor mezelf en 75% voor Jezus. Nou, dat is toch heel geweldig, hè. Nou, stel je voor dat er iemand is die 5% voor zichzelf houdt, hè, 5%. En 95% voor Jezus leeft, hè. Nou, dat is wel heel uitzonderlijk. Nou, dat worden natuurlijk dominees en herders en leraars en televisiedominees en zo. Hè, dus die... En die kunnen preken geweldig, hè. Hebben ook gaven van, ja, van het onderwijs en toestanden. Nou, die zijn er bijna niet. Maar als ze er zijn, dan hebben ze toch wel een hele bijzondere positie in het Koninkrijk van God. Denk je. Maar wie is er nou het meest blij mee met dit soort mensen? De duivel, hè? Die vindt het prachtig. Denk, joh, laat me gaan, hè? Laat me gaan. Waarom? Omdat hij op het strategisch juiste moment zegt van, hey, nou heb ik je. Je kent die hondjes wel, hè? Met zo'n controletje, of hoe heet zo'n ding? Een lijntje, hè? Dan kunnen hondjes heel ver lopen. En dan lijkt het net alsof ze helemaal vrij zijn. Tot het moment dat de baas zegt, kom, we gaan naar huis. En dan wordt het lijntje ingehaald en dan loopt het hondje netjes achter zijn baas aan naar huis. Nou, de duivel doet dat ook. En jullie kennen allemaal mensen bij wie dat het geval is geweest. He, die zeggen, hoe is dat mogelijk, hè? Maar van het ene moment op het andere zie je zulke mensen 100% de mist ingaan. Hoe is het mogelijk, hè? Zo tot zegen geweest voor iedereen. Ja, God die zegent alles wat hij gebruiken kan. Dus al de preken die ze hebben gevonden ergens, of die ze hebben beredeneerd en alles wat goed is. Een bijbelstudie, hè, bijbelonderricht en zo. Fariseërs die kennen de hele bijbel van buiten en van binnen. En als ze dat gebruiken, dan, ja, God die kan het ook nog gebruiken ook. Ja, hoe is dat mogelijk, hè? En ze brengen zoveel mensen in verwarring daardoor. En daarom zegt Jezus van, jongens, dit is de meest afgrijzelijke toestand die er is. Ik heb nog liever dat je koud bent dan dat je lauw bent. He, die tekst kennen we toch allemaal? He, van, ik wou dat je koud was dan lauw. He, van, hoe staat het er ook alweer in die brief in Openbaring? He, van Laodicea. Ik zal hem even lezen. Jongens, het is zo belangrijk. Ik hoop dat je het nooit meer vergeet. En dat je zegt, jongens, ik hou op met voor mezelf te leven. En dat kan. Het is zo binnen ons bereik. He, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is voor ieder, voor ons allemaal binnen bereik, omdat Jezus ervoor heeft gezorgd dat je niet zelf meer hoeft te leven. Niet voor jezelf meer hoeft te leven. Je hoeft niet meer te zondigen in die zin. Het staat in Openbaring. Openbaring. Oh ja. Ja, ik zal even voorlezen aan Laodicea, Openbaring 3 en dan vers 14. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Was je maar koud of heet? Zo dan, omdat je lauw bent en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Kotsmisselijk word ik daarvan. We hebben er geen idee van hoe verschrikkelijk deze categorie is. Hoe gevaarlijk dit is. En ik snap het ook niet, hoor. De duivel die is zo handig. Die heeft het allemaal verborgen. En ik mag het nu aan het licht brengen even. Voor mezelf en ook voor jullie. In de hoop dat jullie het nooit meer zullen vergeten.
Jezus spuugt ervan. Dus zorg ervoor dat je hier nooit terechtkomt. En dat je hier zo gauw mogelijk uitgaat. Het is door onwetendheid waarschijnlijk. Hè? Je bent afgezakt misschien. En door onwetendheid zit je hierin, tot nu toe. Hè, maar laat dit toch in je geheugen gebrand worden voor de rest van je leven. Maar dan zeg je, ja, wacht even, joh, Jezus is toch maar de enige die zo heeft geleefd? Nee. Stel je voor, hè, stel je voor dat hier iemand is die 100% voor zichzelf heeft geleefd. En die door zo'n preek als deze zegt van, heren, ik wil ermee ophouden, want alle ellende, ook mijn verslavingen, zit allemaal vast aan het leven van mezelf. En u hebt dat aan het kruis gedaan, ik mag het loslaten, maar wat hou ik dan over? Ik begin helemaal met niks. En toch kan dit al 100% zijn. 100% toegewijd. Alleen, hij weet nog niks, hij kan nog niks. Hij moet alles nog leren. Alles moet hem worden aangereikt. Maar zo gauw als hij hier is, dan is hij behouden. Dan is hij in Christus. Dit is in Christus zijn. Dat is de enige plek waar je echt in Christus bent. Wanneer je ophoudt met voor jezelf te leven. En dan gaat je leven gaat groeien. Want er is al zorgen voor mensen die je helpen. En die je steeds meer wegwijs maken. En dan groei je toe naar volwassenheid. Geestelijke volwassenheid. Misschien wil je graag weten waar dat staat. Hè? Dat er een verschil is tussen volmaaktheid. Echte volmaaktheid van ja, ik weet alles en ik hoef niks meer te leren. Hè? Maar die andere volmaaktheid. Dat je nog heel veel dingen moet leren en toch al volmaakt kunt zijn. Dat staat in de Filippenzenbrief. Daar schrijft Paulus ook over, Filippenzen. En de Filippenzenbrief. Filippenzenbrief. Het wordt toch vanmiddag, denk ik hoor, de preek. Tot vanmiddag. Filippenzen, mag wel een keer, hè. Filippenzen, de kindertjes. Het zijn de kinderen, de kindersamenkomst. Had die vermaken zich wel, toch? Filippenzen 17. Nee, 17. Filippenzen 3. En dan vers 12. Zegt Paulus, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, nog lang niet. Maar ik jaag ernaar, opdat ik het ook grijpen mocht. Hij jaagt ernaar, hè. Hij zegt, ik heb dit nog niet bereikt, maar ik jaag ernaar, hè. Deze weg ben ik aan het gaan. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Hier ben je gegrepen door Jezus. Is Jezus verantwoordelijk voor je. Broeders, ik van mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. En dan komt het, laten wij dan allen die volmaakt zijn, dat is die andere volmaaktheid, dat is die gezindheid, dat je zegt, ik wil helemaal voor Jezus leven. Die gezindheid. Laten wij dan alle die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Maar in hetgeen we bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. En laat je niet afleiden van dit spoor. Als je hier eenmaal op zit, zo'n heerlijke weg is dit. Er zou heel veel over te zeggen zijn ook. Nou, ik heb dit een keer verteld in een studentenkamp. Daar waren we kampouders. En er waren twee jongens, twee broers. En die waren, nou des duivels wil ik niet zeggen, maar die werden vreselijk kwaad. En, ja, moeten we zeker allemaal zendelingen worden? Ik zei, nou ja, dat zou mooi zijn, hè. Dat zou niet gek zijn. Ik zei, wat doen jullie dan? Ja, we zijn een opleiding voor fruitkwekers. Onze vader heeft een fruitkwekerij. En ene was in Wageningen bezig, en de andere in Deventer, geloof ik. Een HBO en de andere universitair. En die kwekerij over te nemen. Ik zeg, nou, ik zeg, voor wie gaan jullie dat doen, die kwekerij dan, hè? Ja, voor onszelf natuurlijk. Ik zeg, nou, waarom doe je het niet voor God? Kwekerij, een fruitkwekerij voor God doen? Ach, dat vond ik zo belachelijk. Ik zeg, man, God is er zelf mee begonnen met een fruitkwekerij. Ja, alsof hij geen interesse zou hebben in een fruitkwekerij. Nou, een leuk grapje natuurlijk, maar het is natuurlijk wel zo. Nou, dat vonden ze zo belachelijk. Nou, stel je voor dat je dat doet, hè? Je gaat het voor God doen. Zeg, heren, die fruitkwekerij is voor u. En wilt tot uw eer doen. En dan, als er wat is met je fruitkwekerij, hè, met ja, die vorsten en zo, of met
met ziekte. Ze zei, nou heer, dat is uw kwekerij hoor. Wat een rust geeft dat, dat je zegt, nou God is daar verantwoordelijk voor. En dan kan hij ook 100% achter je staan ook. Ja, als je het voor jezelf doet, heeft God er geen belang bij om je te zegenen. Maar als ze dat allemaal voor hem doen, als jullie het voor hem doen, dan kan God er 100% achter staan. Nou, ze vonden het heel gek. Dan heb ik ze, bij de reunie, kwam weer bij elkaar en toen viel het kwartje. En jaren later heb ik ze nog een keer gebeld. En zei, nou, we zijn het nog niet vergeten hoor. Dat is leuk hè. Dan ging er mee door. Ja, dat is gewoon een, ja, waarom zou je het niet doen? Alles wat je doet, of in woord of werk, doet alles ter ere van God staat er. Nou, dat betekent dat namelijk, dat je het voor God mag doen. En we vertelden het ook een keer op een mannenavond. En er was een van de mensen die dat organiseerde, die was onderhoudsmonteur bij OC. Die kopieermachines. En die kwam een maand later weer terug op de avond. Die zei, nou, ik doe het hoor. Ik zei, wat doe je? Nou, ik doe het nou voor Jezus mijn werk. Hij zegt, ja, het kost wel meer tijd hoor. Hij zegt, ik kan dat niet een beetje met, van ik zet mijn handtekening volgende keer beter. Nee hoor, hij zegt, doe het nou, maar ik heb er veel meer lol in, zei hij. Ik heb er veel meer lol in. En toen in die tijd werd ik ook opgebeld door iemand die had huwelijksproblemen. Ik zei, man, waar leef je voor? Altijd de eerste vraag die je mag stellen. Hij zegt, ja, wat leef je voor? Ik zeg, wat doe je eigenlijk? Ik zeg, doe je het voor Jezus of doe je het voor jezelf? Oh, dat werk wat ik doe, dat kan ik niet voor Jezus doen hoor. Ik zeg, wat doe je dan? Ja, ik werk bij Heineken. Ja, ik werk bij Heineken. Ja, ik weet wel, ik wist wel wat hij bedoelde natuurlijk, hè, met al die ellende met de jeugd, hè, met coma zuipen en zo. Maar dan had ik ook kunnen zeggen, nou ja, bevind je in goed gezelschap hoor. Want Jezus heeft een keer 600 liter goede wijn gemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk een leuk grapje. Maar, ik zeg, maar toen heb ik hem verteld van, als je dus werk hebt waar je zegt, nou dit kan niet heren. Dan kun je zeggen, maar heer, ik wil voortaan voor u gaan leven, maar wilt u me de weg wijzen? Ik heb dat zelf meegemaakt. En dan krijg je ontslag misschien, of dan gaat de heer een andere weg wijzen. De heer wijst mij een weg, hoe is dat lied ook alweer? God wijst mij een weg waar ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij ons zijn weg bekend. Jongen, het is onvoorstelbaar wat het betekent dat Jezus een goede herder is. Dat hij de weg weet gewoon. Wanneer je volkomen met de rug tegen de muur staat. Ik weet niet hoe het afgelopen is met hem hoor. Maar goed, dit is. Ik kan nog helemaal verhalen vertellen hoor. Maar is het principe toch duidelijk? Ik hoop het hè. Ik hoop dat het principe duidelijk is. En zeg, Heer, ik kan het niet. En dan heeft de Heer nog zo'n geweldige belofte van het nieuwe verbond. Hè? Het nieuwe verbond dat God zijn wetten in je hart wil leggen, in je verstand wil schrijven. Hij wil je hart zo veranderen dat je er zin in krijgt. Zo ver wil God gaan zelfs. En als je dus lauw bent, dan moet je eens kijken wat er nog verder staat in datzelfde stukje over, ik wou dat je heet was of koud. Aan het eind daarvan zegt de Heer Jezus van, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Dat is mogelijk, hè? Nou, daar wil ik mee besluiten. En ik, tot hoop van zegen. Ja, ik hoop echt dat het zo doorwerkt dat het een gemeente gaat worden van mensen die allemaal voor Jezus leven. Wat zou dat bijzonder zijn? Dat allemaal mensen, heren, met alle lek en gebrek, hè, dat iedereen welkom is, ook degene die helemaal aan het begin staan, de anderen weer zoveel kunnen helpen en bemoedigen en zo, dat je met elkaar, heren, weer leven voor u in deze tijd. En dan moet je weerbaar worden, mensen, want er komt heel wat op ons af voor in de toekomst. Dit is vreselijk belangrijk. En als dit niet bij het geval is, dan beleef je ook helemaal niks. Dan kun je al die sterretjes, al die dingen die je gelooft, die kun je allemaal prachtig in een koffertje met je meenemen. En je kunt er zuinig op zijn. En aan het eind van de rit kun je zeggen, heren, hier is het uwe, ik heb alles bewaard. He, er is niks verloren gegaan. Maar er is ook niks tot ontwikkeling gekomen. En dan zegt de heren van, wat heb je ermee gedaan, joh? En dan wordt het hem afgenomen zelfs. En ken je dat die gelijkenis van die 10 talenten en die 5 ponden. Hè? Die ene die dat allemaal mooi bewaard had. En het gaat erom dat we ermee werken. Met al die dingen die we hebben genoemd. Dat we dat in toepassing gaan brengen. Vooral dit principe. Zo even stil zijn. Dat iedereen voor zich de balans opmaakt.
Heer Jezus, dank u dat ik dit voor u mocht doen. Ik bid u dat u het gebruiken wilt, Heer. Dat u het in ons hart wilt kerven, dat we het nooit meer zullen vergeten. Waarom u gestorven bent en weer opgestaan bent, Heer. Om ons eens en voor altijd af te helpen van het leven voor onszelf. Het duivelse leven, Heer. Wilt u onze ogen daarvoor openen en geef ons licht. Geef ons licht daarop, Heer. En dank u dat de grootste kluns geestelijk die hier zit, Heer, dat u daar de meeste aandacht aan zult besteden. Zodat we allemaal tot ons doel komen, Heer Jezus. Dank u dat u niets liever wilt. Uit genade. Amen.